Zoals jullie zien sta ik in mijn zushuis. En zoals jullie ook kunnen zien, zijn ze aan het verbouwen. En nu heb ik een hele goede vriend, Saïd. En Saïd heeft een heel mooi bedrijf genaamd Tegeldepot. En Saïd wilde mij heel graag helpen om mijn zus en haar vriend te verrassen met een nieuwe badkamer. De totale prijs voor de badkamer is ongeveer 7000 euro. Jullie krijgen de hele badkamer en nog 700 euro aan extra goodies die jullie erbij mogen kiezen. En ik weet nog niet hoe ik dit op moet lossen. Ik zet even mijn bril voor op, want ik moet zeker weten dat ik alles goed bekijk. Maar ik zit even op mijn laptop te kijken. En ik kan jullie helaas mededelen dat de views niet zo goed gaan. We krijgen niet zoveel weergave als dat we gewend zijn. En ik weet niet meer wat ik aan kan doen. Dus ik ga mijn laatste hoop inzetten. Ik ga even wat vrienden bellen, wat YouTube vrienden. We gaan het proberen. We gaan onze laatste hoop inzetten. Als eerste Don de Jong. Yo man. Yo, alles lekker? Ja, wat minder. Ja, ik zit een beetje met een probleem. Want zoals je dat misschien wel weet, weet je, de views gaan gewoon niet zo goed. En ik weet niet meer wat ik moet doen. Heb jij toevallig nog een idee? Ja, je zou iets met badkamers moeten doen, man. Werkt echt goed. Badkamer? Ja? Gaat het werken? Ja, dat werkt echt goed, man. Dat is echt een hype gewoon. Ik heb zelf geen huis, man. Dus ik kan niet zelf mijn badkamer doen. Je kan er een weggeven aan je familie. Ja, ik zal eens even bij mijn ouders checken. Maar dat is volgens mij ook allemaal gewoon mooi. Ja, thanks, gast. Ja, ik ga er even over nadenken. Het lijkt me wel een goed idee. Oké, geen probleem, man. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Yo, later. Later. Oké. Don zegt een badkamer weggeven. Naar Tegeldepot moet of zo. Lijkt me een beetje raar eigenlijk. Maar misschien dat het werkt. Yo! Yo! Yo, goeiemorgen. Net wakker zeker? Ja. Ik zie het aan je hoofd. Hey, vraagie. Zoals je weet gaan de YouTube views wat minder. En ik weet niet zo goed wat ik aan moet doen. Heb jij toevallig nog een idee wat ik kan doen? Ja, je moet gewoon iets met badkamers doen, man. Dat werkt gewoon super goed. Dat heb ik ook gedaan met mijn ouders. Ja? Ja, gewoon een badkamer weggeven of zo. Ja, het zal dan wel zo zijn. En Don zei het ook al. Nou, thanks, gast. Yo, is goed. Lata. Yo, succes. Oké. We gaan iemand zoeken die een badkamer nodig heeft. Er zijn nu dus 3 mensen aan wie ik denk. Mijn ouders, mijn zus of mijn andere zus. Nu ben ik bij mijn ouders thuis, dus ik ga even in het badkamer checken, kijken of daar alles nog er goed uitziet. Ja. Ziet er goed uit. Oké. Okay. Ja. Het ziet er eigenlijk ook gewoon nog goed uit. Oké. Okay. Van de 3 valt er eentje af. Er hebben nog 2 over. Eén zus woont hier om de hoek en de ander die woont in Scheveningen. Dus gaan we eerst bij die om de hoek kijken. Deze ook. Oké, ik ben bij mijn zus binnen. Maar ik kan de badkamer niet vinden. Oké. Ik ben dus op zoek naar de badkamer. Ik ben erachter gekomen, ze hebben geen badkamer. Want ze hebben ook nog niet echt een afhuis. Even oprecht jongens. Zoals jullie zien sta ik in mijn zus huis. En zoals jullie ook kunnen zien, zijn ze aan het verbouwen. Het hele huis wordt uit elkaar gehaald en weer opnieuw opgebouwd. En nu heb ik een hele goede vriend, Saïd. En Saïd heeft een heel mooi bedrijf genaamd Tegeldepot. En Saïd wilde mij heel graag helpen, of wilde heel graag. Ik wil het niet heel graag, maar ik heb hem goed overgehaald. Om mijn zus en haar vriend te verrassen met een nieuwe badkamer. Nu heb ik vandaag een afspraak met Saïd, mijn zus en de vriend. Nu heb ik een leuk plan bedacht. Ik ga met hun daarheen en ik zeg van, nou, weet je, ik heb wat chills voor jullie geregeld, jullie krijgen 10%. En dan denkt zij natuurlijk, 10% korting. Dan denkt ze, 10% korting is niet zo heel veel. Maar goed, het is meer dan gewoon betalen. Dus dat is goed.
waar wij het afrekenen, zit er een leuke verandering aan. Want wat zij van mij gaan krijgen is niet alleen een badkamer, maar 10% van de prijs van de badkamer er nog bovenop om de badkamer ook in te richten. Maar je kan een beetje moeilijk kakken zonder wc-papier. Ewa! Hoe groot wordt die nou uiteindelijk? We zijn nu aan het kijken hoe klein die dus kan worden. Hoe groot gok je de kans dat jullie een leuke badkamer kunnen vinden? Nou, ik denk wel dat we een leuke badkamer hebben. 9 uit de 10? Nou, top. En hoe groot is jullie badkamer? Ja, dat weet ik even niet meer. 1 bij 2. Ja, dat is wel leuk. Ze willen zo klein mogelijke badkamer. Doe maar 6 tegels en 1 wc-pot en dat is het dan wel. Wat? Oh, je mag een tegel meenemen? Ja, dus we moeten een tegel meenemen. Ik wil wel de gouden. Ik wou deze. Hey, dat is wel een goeie. Gewoon zo groot mogelijke tegels kopen. Dan kost het minder om je hele huid vol te hebben. Ik denk wel dat de tegels duurder zijn. Ja, €37. Vind ik wel meevallen voor zo'n grote tegel. Dit vind ik echt super dik. Ja, dat is best wel mooi. Nou, totaalprijs van €21.000. Maar dan heb je wel een tv in bad en een speaker. En een zieke douche, moet je kijken. Je kan hier kan je gewoon de graden van je douche instellen. En dan kan je hier welke douche je aan wil hebben en zo. Dat is best wel vet. Dat is best wel vet, maar ook best wel nodig, maar wel heel vet. Ja. We staan bij deze badkamer en willen uitvinden hoe breed deze badkamer is. Ik ben 1,80, dus ik denk dat deze badkamer dan 1,50 is. Zo groot is deze badkamer. Het is dan 2,50 bij 1,50 en jullie hebben 3 bij 1,90. Zoiets. Ik zou gewoon die wc weglaten en gewoon in bad poepen. Dan heb je wel weer meer ruimte. Ik ook voor de wc. Stel jij dat ook op? Nee, dat is wel plas in de douche. Hey, en daar is iemand die wij kennen. Waarom moet ik nou zo'n tegeltje meenemen naar binnen? Van de corona. Ja, nou hé. Hey. Van de koek. Ja, je maakt ze alleen wel moeilijk, want ze hebben er nu al 3 van deze, vinden ze heel mooi. Ik doe gewoon elke wand iets anders. Ja, of een slaapkamer inleveren, gewoon 3 badkamers nemen. We zijn ook eventjes naar boven gelopen, want hier staan alle losse stukken badkamer. Dus hier staan alle wastafels, kranen, kastjes, weet ik wat allemaal. Ik had echt geen idee hoe duur badkamers zijn. Duur. Hier is wel het goedkoopst, want alleen stelen is goedkoper. Ik denk dat dit echt iets voor jullie is. Zo'n soort kraantje. Dit wasbakje erbij. Ja, lekker super. Even je gezicht wassen. Je kunt ook gewoon zo'n bedbucket die jij hebt. Dit is badbucket 2.0, deze kun je gewoon opvouwen. Ik kan zo onder je bed weer doen. Ja, nee, dat scheelt weer ruimte. Kunnen jullie hem nog kleiner maken, de badkamer? Wij zijn al uit de wastafel. Ja, hebben jullie er al in gekozen dan? Nou ja, niet helemaal. Ja. Dit vind ik nou echt iets voor jou. Ik moet er zo gaan zitten. Want? Nou, ik weet niet hoe ik mijn beste kont heb. Want mijn kontje gaat er gewoon, zeg maar. Dwars doorheen. Zit je gewoon vast in je. Ze proberen het toch even, hè? Zit echt helemaal niet lekker. Je zit ook net op je bot of zo. Ja. Jij bent een goede verkoper. Ja, nee, zit helemaal kut wel. Ja. Kranen hebben, wc hebben, bad hebben, tegels hebben nu. Ga jij offerte maken? Hoe hoog viel de factuur uit? €7.000. Precies. Plus minus. Je hebt helemaal geen berekening gemaakt, hè? Ja, het is een klein cadeautje. Ze krijgen van mij en van Boas krijgen ze dus de badkamer. Ongeveer de waarde van €7.000. Plus minus denk ik, bad, daar kom je wel zeker wel aan. Die krijgen ze van ons. En ook nog eens €700 extra, dus €7.000 plus 10%. Ja. Dus maar we gaan ze eerst alleen vertellen dat ze 10% krijgen, hè? Ja. Want eerst een klein beetje blij maken en dan een hele grote blij maken. Jongens, zijn jullie er klaar voor de uiteindelijke prijs die het gaat kosten? Nou, ik zet even mijn zonnebril op, hoor. De totale prijs voor de badkamer is ongeveer €7.000. Was het in het budget? €7.000, we hebben niet echt het budget. We hebben, nou, dan is het 15 geworden. We hebben wel even samen, Siet en ik hebben even wat leuks geregeld, want jullie krijgen namelijk nog 10% gewoon, zeg maar, aan extra goodies als het ware erop. Plus de badkamer. Plus de badkamer helemaal gratis. En nog 10% extra. Wat? Jullie krijgen de hele badkamer en nog €700 aan extra goodies die jullie erbij mogen kiezen. Oh mijn god. Ik vind dat zo leuk aan jullie. Jullie kunnen dan niet reageren. Jullie staan gewoon een soort van stil. Heel veel ik denk, snap ik het goed? Jullie krijgen een helemaal nieuwe badkamer plus nog €700 aan goodies. Dankjewel. Dat is echt veel. Ja, dat lukt wel. Hé, jongen. Dankjewel. Super lief. Alsjeblieft. Heel veel plezier ermee. God.
Nou, dat gaat goed komen. Dus dan hoeven we niet meer naar de goedkope tegel toe. Gewoon een badkamer gekregen. Eerst zou ik het voor zeg maar, mijn eigen huis krijgen, maar ja. Jullie kunnen het veel beter gebruiken, want ik heb geen huis. Ja, zeg, weet je, vind je het goed als ik mijn badkamer aan mijn zusje geef? Zeg. Nu moet ik alleen wel nog 400 keer tegeldepot zeggen in mijn video's. Dus dat was de enige... Ja, dus tegeldepot. De tegel bijna gestart, dus die leg ik weer even terug. €7000 bespaard. Enigszins verwacht, of niet? Nou, wel een beetje korting, maar je ja. Zei ook 10%. Ik snapte de berekening eerst. Nee, niet. Daarom zagen we... Wat is dat 10%? Maar dat was gewoon extra. Dat was een beetje het dat idee. Dat is een schakeling. Eventjes, dus ik snapte het inderdaad niet echt. 10%. Het idee was om jullie blij te maken met 10% korting. Ja. Of ja, eigenlijk 10% bovenop de verkoopprijs. Ja. Maar ik snap dat we mogen nog wat uitzoeken. Jullie krijgen nog Jullie krijgen nog €700 extra. Om allemaal leuke gadgets uit te zoeken. Thanks bro. Alsjeblieft. En dan lopen ze weg. Ik heb ze even afgezet. En volgens mij zijn ze wel blij, maar nog niet helemaal hebben ze door wat er gebeurd is. Ik snap ook dat zij nog niet helemaal normaal kunnen reageren. Ze snappen denk ik nog niet helemaal wat er aan de hand is. Dus nog een keer dankjewel Siet. Dankjewel Tegeldepot als je ooit een badkamer nodig hebt. Tegeldepot. Alleen stelen is goedkoper en dat is daadwerkelijk waar. In ieder geval, ik ga nu lekker naar huis en ik ga even chillen. Want ik ben moe. Ik stond vanochtend gewoon om 8 uur op. Ik heb gewoon 8 uur geslapen. Maar ik ben de laatste tijd heel moe, dus ik ga even chillen. Of de boom met afbreken, dan moet ik ook nog verder. En dat was het leuke verhaal van Boas die met een goede humeur probeert de boom met af te breken, maar de boormachine leeg is. En we hebben een dikke sister opgehaald. Een dun en een dikke sister. Verschil, hè? Hoeveel ijsjes zit je op? Nog steeds elke dag 2. En we gaan even met z'n allen op bezoek bij opa. Ik hoop dat opa in de airco binnen zit. Ja. Hey opa. Hi. Moet er omlopen? Ja, top. Word je nog een heel stuk dikker? Ja, ik kwam een soort van plateautje hier. Oh, dan hoef je wel niet meer je eigen beker vast te houden. Dan kan je hem gewoon neerzetten. Dan kan je bordje erop zetten. Dat is echt, je bent echt super dik. Weet je zeker dat het geen tweeling is? Of een vijfling? Welke kleur ziet u mijn auto eigenlijk? In welke kleur ziet u mijn auto? Groen was het toch? Nee, welke ziet u? Oh, die andere. Nee, welke kleur lijkt die voor u? Ja, dat zou ook grijs zijn. Ja. Nou, hij is alles die behalve. Die hier recht tegenover staat. Ja. Dat dacht ik altijd dat het een zwarte was. Totdat ik hem weg zag rijden en hier voorlangs. Dus zag ik dat blauwe. Ja. En zo zit ik weer in mijn eentje in de auto. Oh. En wat ben ik nog steeds blij met mijn tune, gek. Oh. Oké, wacht. Ik ga jullie even meenemen onder het tunneltje zo. Met de nieuwe... Ik zit nu in de auto in mijn eentje. We hebben voor het eerst in denk ik wel 3 maanden met z'n allen gegeten thuis. Gewoon zeg maar de hele familie. Ik ben veel weg, mijn ouders zijn veel weg, mijn zussen wonen allebei niet meer thuis. Maar vandaag waren we gewoon met z'n allen opeens thuis. Dus dat was super gezellig. Maar ik heb nu wel weer mijn vlogcamera opgepakt. Want ik ga naar Zeeland toe. Ik zet even mijn klep dicht, want anders dan houdt hij zijn klep niet. Dan zet hem uit, sport. Ik ben nu onderweg naar Zeeland, want het zooitje ongeregeld, die heeft namelijk een huisje daar. En een hele grote waterbaan als het goed is. Een soort aquapark. En morgen hebben wij daar de hele dag of de hele ochtend voor ons alleen. Dus ik heb er wel veel zin in. En daarom ga ik nu nog even 1,5 uur rijden op de late avond. Om daar morgenochtend ook bij te kunnen zijn. Ik denk alleen nu dat ze zei dat ik en een bed en een slaapzakje zo mee moest nemen. En dat heb ik niet meegenomen. Dus het wordt hard en koud te slapen. Deze dicht, even ingedrukt houden. Gaat je raampje dicht. Hoppakee. En ik denk dat het voor veel van jullie ook nog best wel een goede tip kan zijn. Als je een wat nieuwere auto hebt, kan je dicht het knopje ingedrukt houden en dan gaat alles dicht. Of je openknopje en dan gaat alles open. Super handig als het bijvoorbeeld warm is, dan doe ik altijd van afstand jou even alles open en waait een beetje door in de 6 stappen dat ik er nog naartoe loop. Dit is ons haas. Dit is ons haasie. Ons haasie. Oh, wat dan? Helemaal buren. Haasie! Ik heb slecht nieuws. Het is inmiddels 12:30 en de jongens gaan nu slapen. Maar ik ga ze eerst nog even flip checken. En ik hoor jou, dus geen op tv. Hey Timo, flipcheck. 5, 4, 3,
2. Het gaat weer kapot. 1. Oeh. Maar moet je dit nou bellen of zo? Ik ben wel benieuwd. Zullen we een keer bellen? Vraag of ze een YouTube video willen kijken. Hallo. Hallo, met Timo Minima. Wil je abonneren op mijn YouTube kanaal? Ja. Sst, jongens, laat mij het woord maar doen. I got this. Ja, goedenavond. Ik spreek met Lars. Ik bel voor een marktplaatsadvertentie. Nou, ik bel later even terug. Jongens, de koelkast is er niet meer. In ieder geval, ik ga lekker beneden op de bank slapen. Zij gaan hier slapen. Tim gaat boven slapen. En ik wens jullie een hele fijne nachtrust toe. Voor in ieder geval als je het s'avonds kijkt. Wees jullie een leuk doen hebben. Vind jullie het leuk? Subscribe even. Dan zie ik je morgen ontweer bij een nieuwe video. Later.